we weer, maar dit keer met schrijven. Jullie hebben je schrijfboek mee naar huis gekregen en we waren bezig met de hoofdletters. Nou kun je vast op internet heel veel dingen over hoofdletters vinden, maar elke methode is toch weer anders. We hebben pennenstreken, hele leuke vrolijke methode. En ik ga eventjes met jullie de letters doornemen. En dan zijn er een paar kinderen die hebben blokschrift. En de meeste kinderen hebben gewoon dus de gebonden letters, hè, die we aan elkaar moeten maken. Dus de blokschriftkinderen, die hebben vooral de eerste letters. Die zijn heel strak. Die werken vooral met strakke lijnen of echt een rondje. De kinderen van het gebonden schrift, die aan elkaar moeten schrijven, daar eindigt elke letter eigenlijk wel met een flapje. Het bruggetje naar de volgende letter. Ik ga even naar de andere kant van het bord, want dat is een stukje makkelijker. Let op. Je begint altijd bovenaan. En de letters leunen op de blauwe lijn in je schrift. Dat is de lijn die zeg maar de basis is voor alle letters. Daar leunen ze op. En soms zakken ze er met een lijntje doorheen. Een lus naar beneden of een stokje naar beneden. Maar het kan ook zijn dat ze juist naar boven schieten. En dat het een grote letter is. Dit zijn de hoofdletters. Die raken altijd het hoge lijntje ook nog een keertje aan. De letter K begint met een klein flapje naar beneden. Mini flapje eraan. En zo maak je. En dan kun je door naar bijvoorbeeld het woordje Kees. Het flapje nooit vergeten bij het gebonden schrift. Dat is bij de L. Kun je ook gewoon door. Bij de M zit er een flapje aan. Bij de N zit er een flapje aan. De O heeft geen flapje eigenlijk. Je begint bovenaan. Je maakt het rondje. En dan ga je toch even los van het papier. En dan ga je hier de volgende letter eraan maken. Dus daar moet je wel even los van het papier. Hetzelfde bij de Q. Hoofdletter Q komt niet vaak voor. Je maakt een rondje, je begon bovenaan. Je maakt het flapje en je gaat door. Nou zullen we de letter Q niet heel vaak tegenkomen. Dus oefenen maar, we komen hem niet vaak tegen. Deze letter wil ik ook nog even uitleggen. De letter P is voor de blokschriftkinderen heel strak. Let op dat het buikje van de P hoog is. Die leunt niet op de blauwe lijn. Het stokje leunt op de blauwe lijn. Maar heel veel kinderen hebben toch het idee dat de buik op het blauwe lijntje moet leunen. En dat is in dit geval niet. Ook bij het gebonden schrift. Je begint bovenaan. Dan gaat hij toch even van het papier af. We maken de buik. Dan heb je de P. Maar we moeten nog bijvoorbeeld pa schrijven. Dan ga je een bruggetje maken, je klimt omhoog en je gaat de volgende letter ernaast schrijven. Dus dit bruggetje is best lang. Hij moet echt niet onder de P staan, maar naast de P. Dan heb je een mooie letter. Net als bij de letter R. Je maakt het stokje, je begint altijd bovenaan. En je gaat door naar een volgende letter. En zoals jullie zien, de S, de hoofdletter S, is bij allebei de handschriften precies hetzelfde. Zowel bij blokschrift als bij het gebonden schrift. En ook daar haal je pen toch even van het papier af. Maar je mag ook hup door naar sok om er een letter aan te maken. Volgens mij is het wel duidelijk. Ik wens jullie ook met het schrijven heel veel succes. Kanjerclub, jullie kunnen het. Succes!